Hey iedereen, welkom in deze gloednieuwe weervideo van Noodweer Benelux. Mijn naam is Nicolas en wat voor een weervideo gaat dit worden? De vorige, meer dan 25.000 mensen hebben die gezien. Ongelooflijk. We zijn trouwens op weg naar 30.000 abonnees op dit YouTube-kanaal, mensen. Ik had het niet durven dromen. Dankjewel allemaal voor de duimpjes en de reacties onder de video. In deze update gaan we het hebben over stormweer. Stormweer die nog ontstaat op de Atlantische Oceaan en aan een heel snelle activatie onderhevig is. Dat stormweer is op weg naar het zuiden van het Verenigd Koninkrijk, West-Frankrijk en ook de Lage Landen. Dus als jij weerliefhebber bent en je kent mensen die deze update moeten gezien hebben, dan kan je deze weervideo ook gemakkelijk delen op Facebook, op X, op andere sociale media. Want we gaan hier de allerlaatste stand van zaken meegeven. Wij, Noodweer Benelux, jullie weerkanaal van de Lage Landen. Let's go! U ziet onze site. Noodweer.be. Dat gaat heel druk worden de komende dagen, dus hou u vast aan de takken van de bomen. Dat is ook heel erg letterlijk, denk ik, want die weermodellen zijn fors. De laatste updates rond die weermodellen vind je sowieso altijd op onze site. Goed, en er zijn een aantal mensen die zoiets hebben. Ja, Nicolas, we weten niet waar we eigenlijk lid kunnen worden van dit YouTube-kanaal. Wel, heel snel. Je vindt het bovenaan op die zwarte knop. Abonneren, helemaal gratis. En we zijn op weg, ik zeg nogmaals, 30.000 leden. Het is een hekkenhuis. Moeilijk voor een West-Vlaming. De harde G, maar het lukt. We gaan even kijken naar het infrarood satellietbeeld. Ja, dit is een weerbericht met soms een vleugje humor in. U kan dat wel smaken, heb ik gelezen. Een infrarood satellietbeeld. Het is donker, heeft alles te maken met het winteruur en... ja. Het gaat ook wel snel richting de winter met die duisternis. En we zien eigenlijk op die Atlantische Oceaan het een en ander al staan. We gaan dat hier gewoon even live tekenen. En dan zien we op die Atlantische Oceaan een forse uitstroom van koude lucht. En dat gaat clashen. Dat gaat botsen met warme lucht uit het zuiden. En dat is koren op de molen voor stormdepressies. Warmere lucht richting het noorden, koudere lucht richting het zuiden. Dat gaat een actieve straalstroom genereren die in de loop van woensdag en donderdag storm Ciaran richting West-Frankrijk, Zuid-Verenigd Koninkrijk en de Benelux gaat duwen. De exacte details, mensen, ja, er wordt al heel veel in de media over gespeculeerd. Wij als weerdienst, voetjes op de grond. Heel belangrijk, want zo'n stormsetting is eigenlijk zeker 72 uur op voorhand toch wel wat tricky om te voorspellen. Maar we gaan u hier zo goed mogelijk in ondersteunen. Goed, dus straalstroom hebben we gehoord. Een van die factoren die die stormdepressie gaat helpen om snel te gaan uitdiepen. Er wordt al gerept over het woord bombocyclogenese. Extreem snel uitdiepen van een depressie. Ja, dat is natuurlijk een vrij sensationele term. Bombocyclogenese, een bomcycloon. Laat ons daar vooral heel rustig in blijven. Maar dat de impact van die storm hoog kan zijn, dat is ook ergens wel logisch. Begin november, veel bomen staan nog in blad. Ja, dan gaat dat in delen van West-Europa schade opleveren. Stormschade. En dan gaan we dat meteen even visualiseren aan een weermodel. Nu, de polvraag van deze weervideo is heel simpel. Bent u tevreden met dit soort weervideo's van 10 tot 15 minuten? Heel simpel. Laat maar even weten hier beneden in de comments. Apprecieert u dat? Dan hoor ik het heel graag. Nu, dit is het eerste weermodel. GFS, Amerikaans weermodel. Yes. Dan gaan we daar, zoals we in de livestreams op woensdagavond doen. Dat zal ook het geval zijn 1 november, woensdagavond. 8 uur 's avonds. Dus als u dan de allerlaatste stand wil weten, kom er gezellig bij. Het zal een drukke live worden. Daar ligt de Benelux. En GFS, wat berekent die? We gaan er even naar kijken. Blauw is lage druk, rood is hoge druk. En kijk, hier begint het. Daar zit hij. 1 november. Hoppa. In de avondperiode richting die donderdag. Knok, knok. Aan de voorzijde van West-Frankrijk zien we een complex lage drukgebied. Isobaren kort op elkaar. Ja, dat is vragen om een zeer sterk windveld. Onze collega's bij Meteo France gaan al naar een 120 tot 150 km per uur qua windstoten voor het westen van Frankrijk.
golfhoogtes 8 meter hoog. En dat complex laagdrukgebied is op dit moment, as we speak, nog altijd onderhevig aan een aantal variabelen. Dus het zit nu in deze regio. En het gaat volgens de meest recente trend iets noordelijker gaan. En dat zou wel een impact kunnen hebben op de Benelux. Dus we gaan het even gewoon uitlopen. Wat gebeurt er als we meer dan 60 uur vooruit gaan? Kijk hier. 2 november in de ochtendperiode. De Benelux in die cirkel, die zwarte cirkel, die isobaren kort op elkaar. Er zit ook nog 2 november... een kleine secundaire depressiekern ten westen van Frankrijk klaar. En dat zijn fenomenen die extreem gevaarlijk kunnen zijn voor extra stormschade. Zien we vaak pas 12 uur, 6 uur op voorhand. Dus daar even rekening mee houden dat GFS dat hier al laat zien. Toch een belangrijk signaal. Dus op dit moment voor alle kijkers die willen weten, ja Nicolas, wat verwacht je voor woensdag? Wel, de prelude, het zal dan wel toenemend onstuimig worden, maar de focus ligt op donderdag bij dit weermodel. En dan is de vraag die bij veel mensen heerst, is dit dan al gedaan? Wel, mensen die mijn weervideo gezien hebben, de herfst 2023, een maand of twee geleden denk ik, die hebben toen gezien dat we een actieve herfst verwachten met af en toe stormdepressies. Dus het zou mij zeer verwonderen dat dit de eerste setting is, trouwens eerste. We hebben al Babette gehad, we hebben al Agnes gehad, we hebben al Bernard gehad. We hebben al wat stormweer gehad in West-Europa. En dan gaan we even kijken richting die zaterdag. En dan zien we hier opnieuw iets. Hè. Holy pepperonis. Zaterdag 4 november. Een nieuw stormveld ten noorden van Spanje, ten westen van Frankrijk. De isobaren gaan toenemen over Frankrijk. Een zuidwestelijke stroming, dus van vroegtijdige winterse buien. Frisco is absoluut geen sprake. Heel goed voor uw energiefactuur. maar wel, kans op schade, stormschade door die wind. Dus zowel die donderdag even in de gaten houden als die zaterdag. Goed, dan gaan we eventjes verder kijken. Wat zien we hierin gebeuren? Ah, onze vriend, de jetstream. De straalstroom op 10 kilometer hoogte ongeveer. We gaan even kijken wat die doet richting donderdag en zaterdag. Die zal normaal in kracht gaan toenemen, want daar gaan die depressies op activeren. Nu, als u nogmaals het heel erg interessant vindt deze weervideo's, u wil er graag meer van zien, abonneer sowieso even gratis, maar laat het ook in de reacties even weten. Ja, laat het maar weten als jullie daar tevreden mee zijn. Gaan we even kijken richting die 1 november. En ziet u dat daar op de Atlantische Oceaan rode kleuren, zelfs zwarte kleuren, op 10 kilometer hoogte. 250 tot 300 kilometer per uur. Voor de Nederlandse kijkers, Max Verstappen doet zijn werk. En dan zien we dat vrijdag tijdelijk afnemen. En dan gaat het zaterdag opnieuw richting onze regio komen. Kijk even hier, zaterdag. Een actieve tak van die straalstroom op het westen van Frankrijk. De Benelux zit daar iets noordelijker op, maar dat is op zich geen probleem, als we het zo moeten stellen, voor stormweer. Want die depressie zit iets noordelijker. Maar een zeer belangrijk dynamisch weerbeeld op komst. Soms is dit weertype nog schadelijker dan eigenlijk in de zomerperiode met onweersbuien. Omdat deze buien kunnen gebruik maken van veel windschering, veel windshear en dus ook dynamische windverschijnselen kunnen veroorzaken. Zoals windhozen of zelfs full-blown tornado's. Dus dat gaan we even moeten in de gaten houden. We hebben GFS gezien. Eerste weermodel van deze update. En dan gaan we naar Icon, Duits weermodel. Ik ben een grote fan van Icon. En dan gaan we even kijken wat dit weermodel zegt. De Benelux in de zwarte cirkel. Ja, en dan gaan we even kijken wat daar vanaf die Atlantische Oceaan op is. That's what we're going to do. Even kijken hier. Ja, die blauwe kleuren die zoeken een toenadering tot West-Europa. En dan begint het daar. Kijk eens daar. Spicy chart incoming 1 november. In de avond-nachtperiode. Heel veel van jullie kijkers die houden niet van veel wind in de nacht. Waarom? We kunnen niet slapen. Count me in. Ik ook niet. Maar voor een weerman is dit weertype sowieso al iets waar we niet echt veel slaap gaan van krijgen. Want de wind gaat aantrekken. Ja, woensdagavond. Complex lage drukgebied. Bijna een blauwdruk. Letterlijk en figuurlijk als bij GFS.
Dus dat is wel duidelijk. En dan gaan we even kijken naar die donderdag, 2 november. 2 november in de voormiddag. Het lijkt bij GFIS daar ja, het window te zijn, het tijdsvak met de meest hevige windstoten, de voormiddag. Zowel bij GFIS als bij Icon hier, het Duits weermodel. Dus goed in de gaten houden. En opnieuw een kleine secundaire kern ten westen van Frankrijk. Die donderdag. Maar dat zal niet voor de Benelux aan de orde zijn, maar kan wel extra schade opleveren ten zuidwesten van de Benelux. Als u nog altijd kijkt, super. Weet dat je deze weervideo ook kan delen met geïnteresseerden en mensen die vooral niet houden van stormweer. Je kan het doen via de knoppen hier onderaan. En laat ook even de duimpjes los. 1000 duimpjes, 2000 duimpjes. Hoeveel reacties? Ik heb er geen idee van. Maar laat ons ja, even massaal reageren. Misschien ook met je eigen locatie van waar je deze weervideo kijkt. Twee vragen dus. Vind je het leuk? Laat maar weten. En van waar kijk je precies naar deze weervideo? Heel interessant om dat in die reacties te lezen. Dan gaan we even kijken of dat icon ook op de proppen komt voor extra stormweer richting het weekend. Waar er toch een aantal evenementen gepland staan. En dan gaan we even kijken, hè. Ja, daar is er eentje die nadert vanaf de Atlantische Oceaan. Die denkt, Nicolas, eentje is geentje. We gaan er nog eentje bovenop doen. Zaterdag en zondag, kijk even hier, complex lage drukgebied. Stel u voor, mens, de herfst is herfst en de winter is winter. Ja, dan gaan deze weervideo's helemaal ontploffen, want er zijn heel veel winterliefhebbers die deze weervideo's in de gaten houden, zeker als er sneeuw op komst is. Dus als u zo'n liefhebber bent, we zijn er ook voor u. En sneeuwweer, winterweer. Dus hier, twee weermodellen vertellen eigenlijk al grotendeels hetzelfde. Check. Dan gaan we naar de windstoten kijken. Dit is een technisch kaartje, dus daar gaan we even duiding bij brengen. Dit is de Benelux. Yes. En u ziet hier de windstoten. Dan gaan we richting die 1 november. En u ziet daar die rode kleuren al komen voor West-Frankrijk. Ja, dat gaat daar behoorlijk pittig worden, de 1 november. En dan gaan we verder kijken. Holy pepperonis, there it's coming. In de avondperiode, West-Frankrijk is er gloeien bij. De nacht van woensdag op donderdag, 2 november, West-Frankrijk. We zien hier op het uiterste westelijk punt een paarse tint. Omgerekend gaan we naar een 150 tot 160 km per uur. Zeer gevaarlijk. Die kern van de stormdepressie, de zuiden van het Verenigd Koninkrijk. De Benelux voorlopig nog buiten schot, maar de wind gaat aantrekken. Oké. Goed, dan gaan we even kijken naar die donderdagochtend, mensen. Let's do that. Ik ben eigenlijk heel veel benieuwd hoeveel mensen deze weervideo gaan zien, hè. De vorige 25.000. Ongelooflijk. Even zien. Naar donderdagochtend. En hier begint het spannend te worden. In de ochtendperiode, windveld begint aan te trekken in de kanaalregio. Er moet daar een depressie, een stormdepressie doortrekken. Heel moeilijk. Het windveld fors ten noordwesten van Frankrijk. De Belgische kust, de Nederlandse kust op volle Noordzee lijkt mij een zuiderstorm te komen te staan. In het binnenland windstoten 70 tot 90 km per uur. Ik adviseer gewoon heel simpel. Donderdag parkeer uw wagen niet onder bomen. Waarom? Staan vol in blad, als er ook regen bij zit. Ideale combo voor omgevallen bomen. Ja, zeker in de beginfase van een herfstseizoen is dat bijna een garantie. En zeker het westelijk deel van de Benelux, België, Nederland, zit hier heel dicht bij die paarse kleur. Maar ook in het binnenland kunnen een aantal buien ontstaan met die hevige windstoten tot gevolg. Nu nogmaals warm oproep. Woensdagavond 1 november is er een livestream op dit YouTube-kanaal. Dus als je abonneerd bent, kan je ook mee gaan reageren. Heel belangrijk. Ja, die livestreams, 500, 1000, 2000 mensen live of zelfs meer. Dus hou je zeker vast. Goed, dan gaan we even kijken naar ECMWF, Europees weermodel. Derde weermodel van de avond, een heel belangrijk weermodel. En dan gaan we zo meteen even in detailkaartjes gaan. Want heel veel mensen die willen die details zien van die windstoten.
Ik geef ze geen ongelijk. Maar we nemen dus het derde weermodel bij de hand. ECMWF, let's go. Even zien. Oké, 31 oktober zien we dat naderen vanaf die Atlantische Oceaan. Maar het is vanaf 1 november te doen. We zien daar inderdaad dat lage drukgebied tot ontwikkeling komen. Rapid cyclogenese. Een technische term voor een heel snelle uitdieping. Eventueel bombocyclogenese. Dus een bomcycloonachtige depressie. Andere woorden, een zeer snelle uitdieping in kerndruk. 48 uur. We gaan naar 72 uur vooruit. Ja, en dit is holy pepperonis crazy. We hebben een jetstream die heel zuidelijk zakt. We hebben een kern van lage druk over het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk. En we hebben het maximaal windveld bij het beste weermodel ter wereld, ECMWF, op de Benelux geprojecteerd. Dus mens, donderdag als u plannen heeft, dingen buiten zetten, het zal niet het juiste idee zijn. ECMWF kunnen we hier niet negeren. En u ziet op de Atlantische Oceaan, er zit al een tweede klaar. Maar dat is voor later. Misschien later deze week, vrijdag, een nieuwe weervideo als u eentje wil. Laat het even weten. Gewoon met een reactie in de comments, een duimpje. Dan zien we wel of daar animo voor is. En dan gaan we even in die detailfase gaan. Detailfase bij het Frans weermodel Arpège. Wow, wat een weervideo gaat dit worden, jongens. Dus als u mensen kent, ja, die het zeker moeten gezien hebben, heel simpel om te delen en een gewaarschuwd persoon, man, vrouw, ja, uw hond, kat is er in deze drie waard. Frans weermodel. En dit is fors. Arpège komt hier ook met windstoten. De maximale windstoot ten westen van Frankrijk. 180 km per uur. 958 hectopascal. Als dit zich ontplooit volgens het weermodel hier, dan gaan we toch wel spreken over een vrij zeldzaam gegeven, denk ik. Dan gaat dat natuurlijk ook richting de kanaalregio moeten, door het kanaal, richting de Noordzee. Dus dat gaat ook voor het westen van België, het westen van Nederland, gaat dat hevige windstoten geven. Nu, we gaan sowieso die woensdagavond met die update komen, maar hier ziet u het al. Arpège, voor donderdag 2 november, in de namiddag op de Noordzee. Een volwaardige zuidwesterstorm. Zeker op basis van windstoten gaan we hier naar een 120, 140 km per uur. Ja, dat is toch wel spicy. Hè? Een 120 tot 140. En er zit hier nog een, zoals ik zei, een secundaire depressiekern. Een tweede, die daar extra gevaarlijk kan worden voor die omgeving. Dus het lijkt wel, ja, dat het deze week alle hens aan dek gaat worden. In het binnenland van België, die kleurtjes nemen wel fors af, maar laat u daardoor niet misleiden. Die windstoten kunnen in het binnenland, zeker als het naar 70 km per uur gaat of meer, kunnen ook stormschade opleveren. Nu, storm Eunice, Dudley, zoals we kennen uit februari, een aantal jaar terug, wel, dat zit op dit moment nog niet in onze weersverwachting of in de weermodellen, dus dat zou goed nieuws zijn dat we dat toch kunnen mijden. Maar dan, het Frans weermodel Arpège. Mensen, ik dacht dat ik het eigenlijk niet moest zeggen, maar tot ik dit kaartje zag. 3 november. Nummer 3 staat in de stijgers op de Atlantische Oceaan, op de straalstroom. En waar gaat die naartoe? Richting West-Europa. En soms zien we wel een trio ontstaan in depressies. Storm Eunice, Dudley, Franklin, u herkent ze nog een aantal jaar terug, waren ook een trio aan zware stormen. Ja, het lijkt wel alsof we nu in een zeer gunstig scenario zitten, atmosferisch gewijs, voor stormweer. En dat was ook te verwachten, namelijk de herfstvideo op dit YouTube-kanaal een maandje geleden. Ja, die heeft het beter toegelegd. Dus als u die wil zien, hij staat erop. Dus 3 november richting dat weekend, 4, 5 november, zaterdag en zondag, zou het opnieuw prijs kunnen zijn. Dus zeker iets om in de gaten te houden. En dan gaan we even kijken, onze collega's, Spaanse collega's van de weerdienst AEMET, die gaan eigenlijk de situatie ook even heel mooi illustreren. Die depressie komt eigenlijk van vrij ver op die Atlantische Oceaan en u ziet ze hier komen. Kijk eens, jongens. Bam.
Ongelooflijk. Op 1500 meter. De wind enorm aantrekkend. Ja, en dan gaan we dat uiteraard ook op grondniveau zien. Voilà, mensen. Dit was de allerlaatste update van de storm zoals we die nu mogen verwachten. Als je nog niet geabonneerd bent, kom er gezellig bij. We koersen in snel tempo naar 30.000 leden. En voor de rest nodig ik jullie heel graag uit op onze website. Dat is noodweer.be. Tot heel snel, tot woensdagavond 1 november, 8 uur. Noteer het in uw agenda. Dat gaat een crazy livestream worden. Bye bye.